Los opeens, hier ben ik zo op Gameplay, een nieuwe aflevering van Lucius. Deze aflevering gaan we verder met Lucius. En je denkt, Rick, wat voor kleur shirt heb je daar nou weer aan? Is het wat ik denk dat het is? Ja, het is niet het licht, het is gewoon roze, full on. Over je neus, onder je neus, op je snor, eronder en boven. Yo, ik heb roze aan. Waarom? Omdat ik vandaag een nieuwe Harold Bakstein heb opgenomen. Daarom. We kwamen er heel slecht uit de vorige aflevering wat we precies moesten doen, maar papa Rick heeft het gefixt. Je moet... Oh, fuck. Iemand drained mijn Satan powers. Daar heb je hem. Mwahaha. Ik ga denk ik het shirt toch niet maken. Ik denk dat ik er gewoon te veel gezeik mee krijg. En waarschijnlijk ook mijn spreadshirt zelf. Jammer genoeg, anders zou ik het graag gedaan hebben. En als ik hem maak, dan is het waarschijnlijk gewoon om wat publiciteit naar de shop te krijgen. Want de shop krijgt soms nogal weinig aandacht. Weet je, ik heb ooit dat ik de shop en toen was het van... heel veel shirts en toen was het van... En toen kocht niemand meer shirts. Dus ja, er staat een link in de beschrijving, mocht je ooit interesse hebben. Wat je nu moet doen, is we moeten de strijkbout in de wasmachine gooien. Dat is wat je moet doen. Wie verzint... Dit zijn echt van die dingen... Wie verzint dit soort dingen? Wie verzint het om de strijkbout in de wasmachine te gooien? Ik denk niet, meneer. Ik denk dat jij gewoon even je mond moet houden. Hallo daar, mevrouw. En als het goed is, dit level schijnt... Ik heb de wiki gekeken van Lucius. Dit level schijnt heel vaak te buggen. Tenminste, ja, dan als je een paar kleine dingetjes verkeerd doet, dan kun je de missie gaan restarten. En dat is dus heel kut. Dus we gaan even heel erg precies volgens het boekje alles goed doen. Ik zit trouwens nu in de facecam naar mezelf te kijken op mijn andere scherm. Ik zie wat een mooie blauwe ogen ik heb. Ah, als het goed is gaat ze nu badderen dus. Waarom krijg je iedere keer notebook updates? Hey, notebook update, notebook update. Waarom? Mevrouw Susan, wat gaat u doen? Nou, oké, niks. Nou, ik ben mevrouw Susan. Even kijken, waar is de badkamer ook alweer? Dit is echt het kortste level ooit. Als je weet wat je moet doen. Maar ja, dat is altijd een probleem. Ik volg hem maar gewoon eventjes. Oh, nou ben ik hem meteen kwijt, weet je. Ik stop even een seconde met moeite doen. Hop, we zijn er kwijt. Waar ga je heen, Susan? Waar ga je heen, mijn Susan? En serieus, waar gaat ze heen? Waar de fuck gaat ze heen? Susan, what the fuck? What the fuck? Oh, gaat ze zich even omkleden of wat? Nou, ze loopt de kamer in en ze loopt er weer uit. What the fuck, Susan? Waarom krijg je iedere keer van die notebook updates? A cross was affecting my powers in the bathroom. I turned it. Susan is on her way to take a shower in the very same bell bathroom. Nou, dat is mooi. Hallo daar, ik ben Lucius en over enkele minuten ben... Wat? Nee! Nee! Ja, de badkamer. Badkamer, kreng. Bedchamber, de bathchamber. Daar moet je heen. Kom maar deze kant op, trappetje. Ja, goed zo. Goed zo, en dan is hier... Ergens in de buurt schijnt een badkamer te zijn. Echt, ik geloof er zelf ook haast niet, maar daar moet je dus in. Oh, nee, niet deze. Nee, sorry, verkeerd verbonden. Hier? Nee, niet hier kijken. Deze. Hier, ik heb hem voor je open gedaan. Kom gezellig binnen. Nee, terug. Ja, dank je. Susan, weet je, jij hebt een... Nee. Andere, nee. Susan, nee. Ja, daar. Erin. Goed zo. Erin. Nu kun je niet meer terug. Deur dicht. Ja, gaan we lekker een bad nemen. Serieus, is ze een bad aan het nemen of niet? Nee. Oké, mooi. Ze is een bad aan het nemen. Mooi. Waarom zoomen ze zo? Oké, neem maar dat je er niet meer in kan. Maar we kunnen wel gaan gloeren. Wat Tom dus blijkbaar ook deed. Tom gluurde gewoon naar alleen mannen. Want Tom hield natuurlijk, kijk. Ik kan gewoon een soort van de bosjes zien. Ze scheert de plasser niet. Dat is altijd fijn om te weten. En nou moet je eigenlijk alleen met telekinesis moet je dat ding pakken. En je moet hem beide voeten erin laten vallen. Anders dan moet je het hele level opnieuw doen, want dan werkt het niet. Ja, ik ben ook niet degene die hierover gaat, jongens. Hoe werkt dit sowieso ook alweer? Waar is dat ding nou? Achter de wc? What the fuck? Dit werkt zo niet, jongens. Oh, en nou stopt hij ermee. Nou ligt dat ding daar een beetje hopeloos op de grond. Nou, we zijn tenminste dichtbij. Hij moet beide voeten en dan gaat ze dood door geëlektrocuteerd worden en zo. Je weet wel. You know what it is. Ja, ik moet alleen... Hoe zorg ik ervoor dat hij bij de... Dit werkt nog niet met 3D. Ik doe dit met een muis en shit. Ik leg hem even hier neer. Dan kan ik het tenminste nog een beetje proberen. Ik doe mijn best, jongens. Moet je met... hoe bestuur je hem in de diepte, zeg maar? Ik heb namelijk echt geen idee. Pijltjes toetsen of zo? Nee. Maar ja, hij moet tenminste bij de voeten en dan valt hij erin en dan gaat ze dirt. Tenminste, dat is zijn plan. Dat is zijn plan van deze video. Kan hij wel gewoon... Kan het wel daarheen? Kan dat wel? Misschien als ik hem een beetje gooi. Zo van... Ruh! Ja, bruh! Ik doe ook maar gewoon wat, weet je wel. Ik ben ook maar gewoon een simpele jongen. Just a small town boy.
Born and raised in South Detroit. Maar ja, dat, nou moet het dus nog, dat ding moet nog, ik moet het ding, oh, daar ligt daar weer, handig. Ik heb dus geen idee hoe dat eigenlijk moet. Oh, waar is het ding? Waar is het ding? Kut. Waar heb ik hem gelaten, serieus? Waar is het? Nee! Nou, als, goed, als ik hem mee kap, dan is hij er gewoon weer, dus dat scheelt. Dat reset wel heel duidelijk, weet je wel. Ze wisten al dat het voor een flikker werkte eigenlijk, daar komt het op neer. Ik heb van mij ooit geleerd, vast wel geleerd, hoe dat ding de diepte in moet. Oh, ik kan hem ook in de wc gooien. Dat ken, hè. Hier, via de bovenkant erin. Hoppakee. Zie je, dat werkt niet. Zie je dat? Dat werkt gewoon niet. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Nou, kut. Nee, daar ja. Daar ja, kut. Nou, dan kom ik wel terug als het werkt. Doei, doei, kijkers. Ik maakte wel een leuke kutgrap. Hey! Oké, daar ben ik weer. Je moet dus gewoon een beetje kutten met je linker en rechter muisknop. Maar ja, normaal als je op rechter muisknop doet, begin je eruit. En ik denk dat ik hem nu heb in ieder geval. Als ik hem nu laat vallen. Oh, nee, sorry. Kut. Ja, we hebben er! Vieze vellen! Je. Doe de Harlem. Oh, ik zag een schaamstreek. Dat was een schaamstreek. Schaam je, streek? Combustion? Wat de fuck is dat dan? Is dat een betere versie van de vlammenwerper? This case has aged me considerably, Mr. Okay. I'm no happier about being back here than you are to see me. I'm ready to take a whole new angle. Een nieuwe hoek. Ik heb mijn geodriehoek hier niet liggen. Wacht, toch wel. Figures. I know it's starting to sound nieuwe hoek. Like a broken record, but the door was locked from the inside. So that's what it honestly looks like. Although my yeah. gut is telling me something else. Just do what you have to. Een dikke crucifix aan de muur, like I give a fuck. Maar hij heeft hem wel gezien, denk ik. Stop this. I hadn't ruled that out either. I asked the parish priest to come and offer counsel. Priesters! So priesters! Priesters! My priesters! Father reacted quite badly. We need to find your father. Oh yeah, die vader is nog steeds vermist. Really lol. I believe he can provide us with more information. I don't know how much longer I can keep the feds off this. They're asking me questions about a reporter who went missing. He was investigating your family. Ja joh, doe eens gek. Alles gaat kapot. En alles, en alles, en alles kan kapot. En ook niet dit. En ik ben Lucius. Een overdosis aan uitlaatgassen eigenlijk, toch wel. Ja, fumes zijn vaak... Ja, voor mij zijn het uitlaatgassen. Maar of andere gassen, schoorsteen en zo. Roet, troep. Laten wij kijken wat het ayahuana-bord zegt. Bam! I do not choo-choo, I eat no real food, I follow your commands and honk when you do. Oftewel, we gaan denk ik iemand vergassen met de auto. Denk ik. Dat klinkt best wel logisch. Michael! Oh fuck, dat is de busdriver. Oh nee, ik had nu wel zijn cassette gevonden. Zo van, hey, Lucius, have you seen my cassette? Had ik zijn cassette gevonden, krijg ik er niks voor terug. Eikel, nu moet hij dood. He has turned up the music, somehow I need to get Will away from the garage. Will is die... getinte meneer, weet je wel, de Michael Jackson wannabe, zeg maar. Maar dan, zeg maar, voordat hij blank werd, dat is Will. En die moet, ja, die moet even weglokken dus. Oh, sorry Tom, ik dacht dat je aan het fappen was. Was hij ook, maar daar gaat het niet om. Ik ben helemaal verdwaald. Sorry Tom, weer Tom. Ik kom iedere keer Toms kamer binnenvallen, maar Rick, Tom is dood. Nou en, laat me dromen. Nu ga ik de garage in, toch? Nee, ik ben verdwaald. Ah, nu ga ik de garage in. Ja, sorry, het is een nieuwe opnamesessie. Nieuw shirt, nieuwe opnamesessie. Dat is hoe ik rol. Hangt er nog steeds een crucifix. Altijd handig. Goeiedag daar, Tom en Michael. And listen to some great... Ah, Slav staat daar op de muur. Dat is een van de bazen in The Binding of Isaac. En een van de 7 dodelijke zonden. Of zijn er 10 dodelijke zonden? Ik heb geen idee, maar dit is er één van. Voor mij is Slav trouwens luiheid. Ja, luister naar de cassette. Oké, nou, ik denk dat we wel een ideetje hebben. Waarom ik de vorige keer, toen we dat ding in de wasmachine flikkerden, kwam Michael erop. Nee, die andere vent, Will, kwam erop af. Ik stel voor dat we het gewoon nog een keer proberen. Want ja, waarom zou... Ja, het werkte. Waarom zouden we het niet doen, hè? Oké, je kan dus rechtermuisknop ook doen. En dan opeens dan kun je nog meer aankloten. Zie je? Dan gebeurt er nog meer shit, maar het werkt soms wel. Soms. Ja, mooi. En weer dicht. Mooi, en dan lokken we denk ik die ene pik de schuur uit. The washer again. Oh shit, dat heb ik mooi gedaan. Kom maar hier. Sinterklaasje, kom maar binnen. Zwarte Piet, dit is wel Zwarte Piet. Ik wil niet racistisch zijn, maar Will is wel een Zwarte Piet. Hij is geen goede Sinterklaas. Nou, goeiedag daar, Michael. Wat is er, jongen? Is hij nou muziek aan het luisteren? Ja, sukkel. Faster with music.
Okay, wat nu? Notebook update, otse vlotse. He's now alone in the garage, there might be a way to get him now. Oh, ik ben een beetje faal aan het falen met mijn Engels. Oh, hallo daar, what the fuck is dat? Ververdunner? Oh god, ik weet al waar dit heen gaat. Hoe moet ik ook weer naar mijn inventory toe? Hey, zeker, ja. Ik heb ooit, ja precies, ik heb ooit deze gevonden, de dry rag. Moet je zien. Ik denk dat dit wat gaat worden. Dit zie je altijd in films namelijk, dat flikker je een dry rag en ververdunner op elkaar. Oftewel, hoe heet dat ook alweer? Dat is een hele coole naam voor. Het is tenminste een koolstof met één waterstofje en drie chloor. Dat is, dat zou dan trichloride? Ik weet het niet meer. Ik ben scheikunde man, ik zou dit moeten weten. Ik ben een man van de scheikunde. Chloroform. Chloroform noemen ze dat, ja. Chloroform, dat is een koolstof met drie chloor. En, oh, wacht, ik moet het gewoon hier neerleggen? Oké. En dan? En dan? Moet ik hem zijn neus laten snuiten of zo? Hey, Michael. Moet je je neus snuiten? En dan snuit hij zijn neus en dan, je bent dood, lol. Nou, ververdunnen word je misselijk van en shit. Gebruiken ze dus vaak in films. Oké, en nou dan? Wat heb ik nou gedaan? Oh, wacht, misschien kan ik, ik gok deze. Mind control? Of is het 3 mind control? Ja, mind control. Neem eens een lekkere snuif, jongen. Een lekker bloemetje. Waarom de fuck zou iemand dat doen? Hij is tenminste wel een zwak iemand, want ik kan hem meteen mind controlen. Nou, gaat hij lekker liggen. Ik ben een beetje dronken. Planking! Hotse flotse! En nou moet de auto aan, denk ik. Telekinesis? Ja, precies. Hotse flotse. Dingen aanzetten, altijd telekinesis. Omdat, ja, je handen gebruiken is niet cool als je satanistisch jochie bent. Oh ja, maar de airconditioning haalt gewoon veilig de uitlaatgassen weg. Best logisch, ja. Ik neem maar dat we de airconditioning of volgen of we gooien de stroom eruit. Nou, ik probeer denk ik eerst de stroom eruit te flikkeren. Als dat kan. Kan dat? Dan, ja, hoe zetten we de airconditioning uit? Is even de vraag dus. Dan hebben we hem. Hier is iets. Nee, daar kan ik iets mee. Nice, nice. Dat gaat al de goede kant op. Hier is iets. The fire that regulates airflow in the garage. Nou, laten we daar gewoon eventjes telekinesis. Ja, telekinesis toch? Huh, mind control? Jij? Daarop. Oké, nou, leuk dat je het aanbiedt. Ik wil eigenlijk telekinesis gebruiken, maar oké. Oké, en nu, hoeven we even de deur dicht te gooien. Wat, ik pleeg ook gewoon zelfmoord. Kijken of het spel dan nog wat boeit. Ik ga gewoon zelf ook in de garage staan, bij de dode dude. Oké. Ik denk dat die pittig hard dood gaat nu, die jongen. Hij gaat gewoon dood door de uitlaatgassen roet en koolstofmonoxide. Koolstofmonoxide, kom Rick met zijn natuurwetenschappen. Koolstofmonoxide bindt beter aan hemoglobine, oftewel je bloed, dan zuurstof. Waardoor je geen zuurstof meer opneemt, waardoor je doodgaat. Bam, scheikunde. Heeft geen geur, geen kleur. Oftewel, je gaat gewoon dood zonder dat je het weet. En daarom gaan ook heel veel mensen dood in campers en zo, omdat de afvoer is niet goed. Van bijvoorbeeld de geister en shit, en dan gaan ze dood. De koolstofmonoxide vergiftiging heet dat. Graag gedaan. I'm telling you the truth. Yeah, right. Well, you can explain that to the judge. I'm gonna go get the deputy here. So this is just to make sure you don't. Geen stomme dingen doen, precies. Oké. Dam, dam, dam. Wat moet ik doen? Ik neem aan dat hij mijn volgende target is. Gedag! Ah, precies. Lekker makkelijk. De cops. Oh, nog een keer slof. Oké, en dode Michael ligt nog lekker op de grond daar. Maar is dit serieus zo'n inkoppertje? Wauw. Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou zijn, zeg. Tenminste, ik gok dat je hem nu gewoon af kan maken dan. Wat is de nieuwe skill dan? Ik had toch combustion? Dat is deze. Zeker een vlammetje maken, ja. Hoppakee, nou dat was moeilijk. Ik ga even... Doei, later bitch. Ik heb geen zin in je gezeik. Want ik kom natuurlijk bij het dode, doodgaande meneertje staan. Burn a baby, burn. Nu kan ik ook vuurballen schieten, toch? Normaal gesproken. Ik kan geen vuurballen schieten, dat is jammer. Dat was de makkelijkste kill ooit. Woehoe, slow ride. Take it easy, slow ride. Oké, nou dat ging lekker makkelijk. Lekker gedaan, jongens. Lucy is echt schattig. Ik zou Lucy als kind willen. En dan samen zou ik hem scheikunde leren.
Als ik ooit een zoontje krijg, op zijn derde kent hij al beter scheikunde dan ik het nu ken hoor. Mijn babytje wordt een scheikundemeester. Pedofiel, op vierjarige leeftijd. Als je nou gewoon pedofiel bent terwijl je nog een klein kind bent, dan is dat scheelt, weet je. Dan vindt niemand het erg. Slim, slim. We are not going anywhere. Call the paramedics and let them know we have another body here. Twee lichamen in één. Yeah. Nou, die was het in ieder geval niet, hè. Oh, je bent de dader. Lol, nee. Hij kijkt een beetje boos. Hij kijkt een beetje boos en zijn ogen zijn zo wit. Zo wit, Zwarte Piet. Kijk, hij is zwart van droet, jongens. Ik zei toch dat Zwarte Pieten eigenlijk wit zijn. Ik zei het jullie nog. Eigenlijk zei ik dat niet, maar dat maakt niet uit. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder met huilende moeders. Vergeet de video niet te liken als je dol bent op huilende moeders. En dan zie ik je de volgende aflevering. Vergeet de video niet te liken als je bent op de volgende aflevering. Doei!